Here today and probably the whole weekend. Of course, you are here today to support the teams from your country. Hier zijn dit seizoen begonnen met het met name het witte seizoen eigenlijk begonnen met de bouwen van het motor, waar dus niet als reguliere paard van het blok staan, maar er staan een aantal turbo's. Wel natuurlijk kunnen we gebruik maken van de petrolhoofdbrandstof, maar nu dus. Van de broeders Luijendijk. Moeten we misschien? Dan gaat het wel dat ik op
dat een keer gaan zien. Ik zou het wel weer wat ze kunnen gaan richten. Of ze dat wel een klein beetje. Nee, ik heb het wel. Thank you.
afgelegd werden in de wedstrijd van Emmerom en Termonde. Maar alleen dus die heeft toch zo vervallen waar hij zich keihard gezet hebben. En ik vind voor het team van eigen. En we zien Fred, datgene wat ik met name de eerste run al zag. Dat stuimen, dat duimen van die machine. Heb je dat gezien, Willem? Ja, is dat verschrikkelijk, hè? Ik weet niet of het verschrikkelijk is, maar het benadeelt natuurlijk wel de trek. Nou, dat niet alleen dat, maar we hebben die muziek. Michel uitnodigen om daar als eerste plaats te nemen. En dan een hartelijk applaus, dames en heren, publiek, jongens en meisjes, voor Miss Liberty van Michel Kooi. Michel, daar deed je toch allemaal voor, hè? Nog een jaar erachteraan plakken. Kijk, nogmaals een applaus voor Michel. Gaan wij dan over naar de nummer 2. Niet verwacht, maar toch gekregen, Gerard. Niet verwacht, maar toch gekregen, eventjes, keurig netjes. Een stukje gerechtigheid zeggen we dan altijd maar weer even met zo'n Chevroletje. Van de mis en de bijbehorende beker, want die is ook niet mis. Er staan hier nog veel fotografen ineens. Ik snap er helemaal niks van. Juist, dames en heren, en even de handen op elkaar voor Gerard Jongman. Vragen, hardbeat, maar hij heeft ze allemaal weer verslagen. Juist, Johnny. En ook voor hem de bekers en de boeren. En Johnny, zo vouwen de puntjes in het kampioenschap weer lekker uit. En ik had het al gezegd, dat gaat zomaar zo heerlijk rustig. Het ziet er allemaal zo ontspannen uit. De boeren en de kus. Drie zelfs. Kijk, op zijn Veluws, zo doen we dat. Even de foto's voor de plaatje. Yes! En dan allemaal de hand op elkaar met Johnny Guy. Kijk. Waarvan weten we niet, maar hij is ontroerd. Ja, maar ik wel. Terecht. Hij zegt het goed. Niet over kant gelopen, aan twee vormen. Niet dat de hoogte zijn, om daar eens even wat nieuw licht te worden geïnteresseerd.
zijn, maar dat is niet meer beschikbaar. Waarom hier op die kusten? Want er komen natuurlijk nog wel, noem maar op. Hier gaat duidelijk in die kusten. Met dat is de weg van Henk Verstoorn. Maar het is een soort veiligheid voorje en wordt door de ontwikkeling gezet en de regime stopt. Want niet alleen worden hier gestreden voor de punten in het nationale kampioenschap, maar hier wordt natuurlijk ook nog. Eigenlijk al bij 40. Dan zien jullie de combinatie vanaf de start zo schuin naar de buitenkant lopen. Nou, daar is een rijder op zich niet zo erg blij mee. Dan heb je dus een kans. Althans moet je liefst zo snel mogelijk ingrijpen door met het rechtervoetje, een fluwelen voetje, klein beetje bij te remmen. Want zodra je nog binnen die pakweg 30, 40 meter bent, dan kun je door voorzichtig bij te remmen kunnen proberen om die machine weer een beetje in het rechte spoor te krijgen. En het resultaat, dat ziet u dan. Een heel graag drijfstang kapot. Niet warme drijfstang kap. Een lager kap. In de vorm van een handje. Gerrit wacht natuurlijk nog wel een beetje ver. Maar Gerrit is helemaal niet blij, want dat had jij eigenlijk nog niet gezien natuurlijk, Gerrit. Hè? Ja, oh, die mogen. Dat is wat. Die hebben het.
En deze keer, dat zijn een beetje onvriendelijk uitgezekerd. Dat is ook een
Met Sien Zuidervaar op de derde plaats. Dan de tweede plaats, Asterix, Henk Eterpoel. Plaats nummer 2. Geweldige prestatie. Ook voor hem de bloemen en de beker. Want het is toch wat als je hier... Kijk, winnen is altijd leuk. Maar winnen op Walibi Flevo, te midden van de Europese top, dat is toch wat. Dat vind ik, dat is gewoon grote klasse. En dan, ik zou haar zeggen... Je hebt het even goed gemaakt, dat wat je vader vorige week even iets liet liggen, maar toch, in andere klas heeft hij de zaak weer rechtgezet. Johnny van Alphen, op het eerste gevot, de hoogste plaats, de dikste beker. Dan ook 3 kussen van de mis. Yeah. Juist. 40 intertechno punten, zie jij? Per ongeluk dat bobketje al, ja dat wordt toch heel wat listig, Bram. Ik weet niet of hij naar punten gaat. 40, nee, ik denk het niet. Intertechno punten, want kijk, ook daar is het allemaal voor te doen. Dan weer een hartelijk applaus voor die team. Ja! Op dit moment hebben wij aan kop in het klassement van de Ja, wat is er geweest? Dat was inderdaad, dacht ik inderdaad, de Europese kampioen van vorig jaar. De jongen van Thomas Zieleman en natuurlijk Manfred Zieleman, de vader, moeten wij daar zeker ook niet bij vergeten. Die krijgen de jongen op een derde plaats. Lamada, nummer 6, met 31 punten. En wij dus, dan daarna. Bram, kijk eens even naar dat begin hier, naar onze vuurwerkshow. Want dit is natuurlijk niet te verdwalen. Prachtig voor de camera. Heeft die camera uit de rinderkant van de toestellen. Want hier zien jullie het geld. In die microfoon weer een lekker neer kan gaan. Nou, we gaan eens even.
strakke voeling mee in. Zeg, fluister mij net in de door, mee naar het voetbal. Die kreeg, die werd zo door elkaar gestund, dat hij met zijn hoofd tegen de brand losse. Weliswaar vast met een leuke riem op de zolder, maar om hier
de afleiding die ze voor Porto en Londen gedaan worden. Met de 2 tot 75 meter kom je toch wat tekort ten opzichte van de aanstormende muziek. En je moet het nog niet weten dat je als fotograaf met je camera uitgeeft onder de slijtwagen. De heren nog graag. En Albert van de Bal, en die boers, dat de snelheid van bijna 8 uur niet één hoping van Kitty. Dat is van de hoogste kwaliteit. En het lijkt alles maar simpel. Ja, de punten die hier gegeven worden tellen mee voor het Eurocup klassement. Ik heb u er net al een aantal in de oude tijd door het. Dat zijn ons allerlei analisten. Het gebeurt niet zo heel.
zeggen, kom, we doen de tweede ronde gewoon weer mee. En stuur dat in of staat het duwtje wat schijf, dat zal ons worden. Ik wil op een vriend zien dat ik kan het lopen. De machine is over deze op de 19e. Kilo weet je afhalen. Wat we mogen, die weet je nog maar 350. En dat is 350 kilo. Dat is
kunnen beamen. Maar dat is natuurlijk een stuk geweld. Want er zit toch in dat kleine beetje. Alles is stuk. Dus als we er hadden, is alles zo aangekomen. Ze willen het brengen. Ja, we willen het brengen. Ja, we willen het brengen. Meneer Olierhoek, van harte welkom. Namens u mag ik de mensen daar. Yeah.
in de Hollandse kabine opgelost. Ja, dat is het. Lekker te vroeten om wat te doen.
daar is hij gebleven. Ik zal eventjes zijn naam vragen. Oh? Your name, please. Stefan. Stefan. May I invite you to come on the podium on the third position. Wild Thing. Ja, Wild Thing. En dat denk ik, mogen wij vaststellen, ja, mag u hem gerust nog een keer een flink applaus voor geven. Een fantastische prestatie voor deze combinatie. Kijk, en nogmaals een applaus voor deze combinatie uit Zweden. Gaan wij naar nummer 2. En dan komen wij heel dicht bij de nummer 1. Maar eerst gaan we nog eens eventjes, Thomas, jou op een tweede positie plaatsen. Nee, plaats Thomas Zimmerman met zijn joker. Goed voor een schitterende prestatie. Tweede plek met 83,56 meter. Jessica die gaat hem daarvoor belonen. Natuurlijk met de bijbehorende bloemen en zeker ook niet te versmaden de beker. Maar de kusjes, dat is toch ook wel heel erg. Gaan wij voor Thomas. Hier bij de bieberbieb. Waar zitten al die Duitsers nou, jongens? Ja, ja, ja. Waar ja, zitten ja, al die Duitsers? Vanochtend waren er hele boeren. Naar de nummer 1. Naar de nummer 1. Wimpy. Toch maar eventjes, keurig netjes, in dit Europees geweld. De eerste plaats voor de Nederlander. Wim Dingering junior, hier bij de Wim. Kijk, en na zo'n week sleutelen is dat toch wel even een bekroning. Want kijk, dat je een paar nachtjes bijna niet op bed komt. Allah. Maar als je dan weer zo afsluit, dan is al die pijn weer vergeten en heb je het hele weekend weer om uit te slapen. Zo is het toch wel. Nogmaals een applaus voor deze winnaars. Hibberde, hibberde, hibberde! En mag ik u dan uitnodigen, Wimpel? Even een rondje. Ja, ik ga testen. We gaan kijken. Ja, ja, ja. 5 minuten. Ik heb een kopje erbij gezet. In de ring blijven, heer. Kom op, in de ring. Ja, daar gaan we weer. Hoofden worden al wat roder. Hij hoeft een pak niet eens aan. Wil Kuiper, even tussendoor, hoe loopt het bij Jaros? Ja, Wils, Wils. Ik denk dat we dat horen. Goed, we zijn de cultuurtechniek bedrijf Thomas uit Nieuwen. Met de klasse, met daarin de eerste deelnemer, Loebauer. Deze combinatie die wij als eerste op de baan zullen zien. Ja, dames en heren, en de beste combinatie Bloemhouwer, dat is toch wel binnen de dieselklasse Niels Daamgaard en zijn team. De hele familie staat het vorig jaar graag weer gaan van alle evenementen mee. Ja, en die gaat hier de testpool neerzetten. Om even te kijken hoe de afstelling van de sleepwagen moet zijn. En moeten we eens even kijken hoe zo die verschillende zeggen maar. Thank you.
die zit hier. Onze Duitse vriend. Kampioenschap, hele goede zaken. Want hij pikt gewoon elke keer in die 20 minuutjes. En we gaan even luisteren naar de opstand. Kijk, en dat vind ik toch knap dat die man aan de voorkant
rolmachine die eigenlijk gemaakt is door uiteraard met steun van Willem Veldhuizen, onze metronspecialist hier in Nederland, maar de machine waar het andere oorspronkelijke kon gewoon niet aanpakt. Dus die machine is van een speciale controle in deze wereld. Wij zijn nog niet begonnen met radio. En ik bedoel je. Nou, kijk naar de volgende machine. En dit is weer zo'n machine die uit de Prostop-klasse dit komt. Dus een machine met één turbo. En moet u toch eens even kijken. Wat die Lucien Keulers uit het Vette Lummers met zijn Ik denk dat ik nog steeds een beetje en dat ik nog steeds een beetje
Je had dat jochies die een schuur moet repareren ten opzichte van een up-to-date werkbril. Oh, ik moet mijn bril af. Oh ja, zie je, ik heb mijn bril af. Willem. Is die grijs? Ja, maar dat is niet stief, dat is op niemand. Dan heb ik niet in de grijs aan het halen. Oké, dat kan Willem. Maar het feit dat hij hier aangelopen, doet ons hoop geven dat we Mr. Mises toch nog weer een keer op de baan zien. En of ze de zaken dan hebben kunnen rechtregelen, nou, dat zal zo meteen moeten blijken. Want het is toch wel lullig als je twee tractoren zo fluit en hij mag gewoon nog een poging wagen. En ja, hij toert niet helemaal lekker op. Hij duurt niet helemaal lekker op. Het duurt te lang, het sputtert wat. Ze hebben wat veranderd, maar zoals in, zeker in de LG-beurs weet je niet dat als je rechts afdraait, of dat er... Ja, maar je kan met pennen. Nou hè, dat hoort toch, mag ik al. Dus maar hier, daar kom ik niet voor. Ik kom alleen het publiek en vertellen wat er aan de hand is geweest. Wij hebben ongeveer 4 maanden moeten zoeken naar een vermogenspel. Dat hebben we 6 of 7 jaar lang gelezen. En alleen nu niet. Alleen op dit moment niet. Dat is hier van. Prachtig. Mooi. Ja. Wat een stuk waardering richting, en dat hebben we ook al gezegd, richting Martin van Hendel. Oh nee, wacht even. Dit is een stuk. Nee, dit is een stuk. Nee, we hebben één keer voor. Maar ik Ik vind dat de Luise vindt. Ik vind dat de Luise vindt.
kort, maar metertjes ten opzichte van die bereik. Maar net zo, Hollands geprepareerd. Hondertje, de niet zo grote dikke verkocht aan de staan. Maar denk dat dat los de momenten zijn lastig. Spreek weer vast. Moment is helemaal weg, wil ik er even snijden. Van oor tot oor, komen we. Ik heb hier wat puntjes in die Eurocup. Ik kan er denk ik wel bij op. Ik kan er wel bij op. Even rustig aan, dan ga ik er even bij op. Gaan we misschien wat speculeren over de toekomst. Wat mogen wij motorisch nog van jou gaan verwachten? Kan ik het dan nog wel hebben? Ja, en met die dikke portemonnee van hem natuurlijk, hè. Kijk, en misschien dat ik wat meer risico nemen zou. Maar je neemt niet echt veel risico. Robert was geweldig. Ik ga even dus afstappen. Want we gaan terug naar de finale. Een titel. Een titel getekend van de Olympische. Ja. Kijk. En deze machine, je ziet het. Hij loopt als een vuur nu. Het gaat perfect. Die bank is over het. Dat zou gewoon hier zijn. Eurocup klasse met daarin een aantal rivalen. Uitgevochten wielerkampioen van de Alpenreservaat, de vijf Nederlanden, de Grievenreservaat, noem maar op, wie dat doet en wie dat gaat worden. Uit het oog van Finland, Pekka Hermelby, voor degene om even duidelijk te zijn, de papa van Johanna, die hier net zag met de pro-shop. Pekka dus, een hele goede familie. Pekka die hier met de Sigma Power, de mensen die hier zijn. Voor het goede verloop van die hele run. Ik zeg Karel, dat is niet, die staat niet te volgen. Meestal gaat die woep gewoon weg. Maar het is toch, ja, daar gaat het gebeuren. Hij is gezet, de vier zuurbroek van Abbe, met die de Karel te verweren. Hij staat vaak in de en hij heeft voorbij Sigma Power. En hij is voorbij Sigma Power. En dat is toch op de minst een applausje waard. Ja, dat is voor mensen die krachtig in de regenmaat bedoelen. Hebben we vier land en oude video van nog heel veel Nederlandse wedstrijden dat die opgenomen worden en op een schip. En dan zie je toch, als hij dat ook bestaat die bij Jezus zitten, dat is heel, heel knap. En moet je het aan. Is die nog steeds met de meeste nog op zijn banden rondrijden. Feitelijk, de locatie. En wat voor iedereen zegt, jongens, dan kan je hetzelfde zou presteren als wat je ziet. Dat je het staat, dat je het in de kruis. En dat je het ook en je hoort eraf, dat je het ook. We gaan even kijken naar de Helsingburger, Martin van Eftel, met zijn machine zilveren bullet. En eigenlijk moet je niks zeggen, die naam moet je gewoon luisteren. Thank you.
na alle ellende die deze mannen gehad hebben, mochten ze dit gewoon willen hebben. Het is iets wat gewoon even gaan kijken wat er aan dit punt nog te doen. De kisten van de mis en de bloemen. Migo, kijk. I love you. Kijk, allee, daar is hij. De tweede plaats, Rob van der Wal, Heart of the Eagles. He did it again. He did it again. Ja, en denk je wat hier doet? Jan Soetemelk, tegen de tweede. Ha, je moet van de winter ook weer wat te doen hebben. Kijk, tweede plaats voor Jan Soetemelk. Fred, even tussendoor. Even, dit is niet op zijn plek, ik weet het. Maar we moeten toch even... Wat is hier op zijn plek? Nee, nou, even tussendoor. Maar je moet even Guido Steenbreker en Peter Manders. Moet ik even opwekken. Peter staat er al. Guido Steenbreker, even naar het sumo mostra. Onze sumo man. Ja, we gaan hier geplaatst. Hoewel, Peter Clark, red alert. En hier heeft Peter Kessler. Rob is tasting, still tasting for what he has to do next year, Peter. Okay, applaus. Peter Clark, he was unbeatable today. En hij deed een goede zaak in de stand voor de Eurocup, want hij pakte weer eens 20 punten. Applaus voor deze winnaars. Okay, Peter. Take the miss with you. Peter, hello. You don't take the miss with you. Nou, dankjewel. Dan heb ik hier Dieter en Judy. Beide mensen die dus, en dat mag gerust een keer vermeld worden, van Bormfestiviteiten dit spektakel hier brengen op Walibi Bleehof. En met mede dankzij de hulp of de inzet natuurlijk van Willem Torsius en... Rood, zegt Dieter. Nou, dan gaan wij weer in de plaats nemen, zoals dat dan denk je zo hoort. Staan we maar in! Ja! En er bovenop! En weer een punt! Een punt voor Rood! Jawel, jawel. Maar ze gaan onder, hoor. Ze gaan onder. En een punt voor Rood, denk ik toch? Ja, dat is goed. Twee. Gaan we. Voor Sumo en de Sumo-attributen.
wegbrengen. We horen de eerste machine die de proef trekt. Trekken zitten, niet de eerste, de beste. Nee, want laten we wel zijn, jongens. Het zijn natuurlijk de ex-equo krachtpatsers, als wij vinden bij Popeye. De Allison motoren die daar gebruikt worden. Die wij natuurlijk toch wel eventjes flink op de staart gaan trappen. De jonge Horskamp, Tobias, hartelijk welkom hier met Pro Eager Beaver rijdt ook niet meer mee en de Green Monster uit Duitsland. Dus 5 afmeldingen in deze klasse. Niet beter dan ik aanneem als ik zo kijk. Op de bok, onze vriend Jaap. Dat het en zie hier op de kant, hier die lopen. Op de kant hier aan de kant. Want ik ben sterk de main toegedaan en ik heb ook de jongste stevig last gehad. Maar ik denk aan de gedragingen te zien. En dat betekent ook dat we zometeen een zinderende finale gaan krijgen. Want ik kan u vertellen, we zijn er nog zeker van. Mama, jawel, ja. Wat is er nog een heer Egbert Ros? Helemaal originele wijze het blok verliet. En wat dan uiteindelijk nog weer eventjes zorgt voor een klein stukje. Achter deze sleepwagen te vindt, met name dus genoemd Gerard Franke, Gerard Groenendijk. Voor hier. 12:46 rechts. Kijk, dat kan snel, hè? Dat kan snel. Ja. Maar dat moet toch binnen die limiet van die 2 minuten. Want dat geldt ook hier, moet dat gewoon gerealiseerd zijn. We gaan eens even kijken. Want dan ziet u zometeen de slangen afgekoppeld worden. Want kijk, die lucht, die hoeveelheid lucht, die koelt ook die motor. Kijk, het toerental wordt opgeschroefd. En het is hier net Bulderbaan 16 van Schiphol. Thank you.
Ja, Nancy, u hebt dat natuurlijk ook prachtig kunnen zien toen de sleep. Dat is dan ook weer opgelost. Nou, kwam er zojuist iemand van het Fox-team naar me toe. En die zegt op dat frame gezet hebben. En de heren zeggen, aan eens even kijken naar de medentrip. Pietjes opschroeven en dan krijgt hij automatisch nog iets pietjes meer vermogen en wielspin. En ik heb dat net van Henry de Graaf gehoord en nu die kijkt van hetzelfde team komt nu hun tweede machine in de baan. Gelaten aangaande de toelaatbare krachten, de spelen, de tolerantie die zoiets reden voelen. Ja. Dus het is een eenmalige actie geweest van de gebroeders Sportsman met natuurlijk Herman de Wilde daarbij. Onlosmakelijk zou ik bijna willen zeggen aan dit team. We komen er. Daar gaat iets niet goed. Dat weten we nog niet. Het doet allemaal op dit moment nog geen zeer. De motoren lopen nog. We zitten binnen de 20 meter. Maar te zeggen van jongens, de zaak loopt in elkaar. Dan kun je beter maar zeggen stoppen, want nu... ...gasten, die willen schijnbaar allemaal om 10 uur naar bed. Een beetje vreemd in de vakantie, maar we gaan terug, Fred, naar Jan Teren. En ook daar wil hij vandaag natuurlijk mee zijn. En kijk daar eens even in het slot komen. Kijk eens wat daar van de hut. Ja! Schitterend! Ik vind dat toch een hele, hele mooie prestatie van zo'n machine. Want ik wil de filosofie van Jan Rotwiel is om iets wat nog niemand gedaan heeft, om dat uit te testen. Want dat is nou een leuke verhaal achter deze combinatie. Die drie blowers, die drie blowers die daar in lijn geplaatst staan, wat nette zaken waarmee die zich bezighoudt. Gewoon als het maar iets apart is. Als het maar iets speciaals is. En ja, dat is dus eigenlijk die rijden daar, waar wij als een gewone man gewoon eventjes niet welkom zijn. Daar komt Jan dus gewoon open. Jan die had de pech dat hij op een wedstrijd bij ons in Putten, dat hij de voorkant, de snout, die aandrijfring... Hij is natuurlijk ook niet op zijn achterhoofd gevallen, hè? Want die tonnen die hebben natuurlijk de hele dag hebben die in de zon gestaan. Goed heeft gedragen.
klinkt toch heel netjes, jongens. Hè? Heel en daar zijn we heel, heel blij mee. Want aan het kapotte vleeswagen hebben we niks. Ik vraag niet te veel. Ik vraag echt niet te veel. Ik vraag dus toch te veel. Dat scheelt niet zo heel veel, want laten we wel zijn, ergens achter in die 70 meter, bij de 70 als we tegen die combinatie mogen verwachten. Ingrid, ik word even door Ingrid op de vingers getikt, want Ingrid zegt, moet je luisteren, wacht, Jan zegt altijd, wacht maar tot ik groot ben. Haar vader zegt, wacht maar tot ik baan ben. Weet je dat, zo'n onderzeeboot? Nee, ja, dat komt die ding niet wel vandaan, maar dat weet ik, daar zijn we niet alles duidelijk over. Fras, nog wat, Ivetti, weet ik het al, Paul. Dat is zoiets. Ja. Een beetje koud dan. Kijk. Helemaal. Die ging in een badkuip zitten. Ik denk dat het wel een mooi idee is dat Wim zo midden op de baan. Ik weet niet of er ergens een rubber eentje liggen dat Wim hier midden op de baan even gaat badderen. Het zal een leuk gezicht zijn. Het kontje in het kuipje. Het kontje. Ja, nou goed. Ja, we gaan al steeds verder, jongen. We gaan al steeds verder. Ja. Hij hoopt dat hij niet meegeluisterd. Dat is natuurlijk een verrassing. Op internet, op bedrijven, zegt niet om jouw initiatief. Die staat al bovenaan bij 45 metertjes. Dus kijk, als we staan, dan staat er een groot programma scheef. En hoeveel van die gemeente missies in de ja, en we gaan natuurlijk kijken naar onze nationale trots. Althans, één van die nationale trotsen. Vader Koo, opa. Van Greve Beek, nationaal product, wat ik zie, Adel, zwart gekleed, maar daarboven een glimmende kop, zie ik deze aan, volledig draaien, en dus aantekenen op, gaan we doen. Ja, Kees, ik moest even lachen. Ik moest even lachen, want ik zag het daar gebeuren, hè. Dat is een rot daar zo. Als zal ik het even komen, jongen. Doe met name de man die daar volgt al in de tijd. Zullen we gaan zien.
Ongelooflijke snelheid naar voren gaat om daar die snelle beweging in te krijgen. Dat lukt gewoon. 45 meter is de27 cubic inch, 2 motoren. Nou, en dat zijn applaus voor Sylvia Marciaal, Gerard Hartwin en Willem Dorf.
Bergen vandaan. De bloemen. Oh, kijk nou, let op. Nou gaat het gebeuren. Willem, wordt dat de Miss Wet T-shirt verkiezing? Oh, ik dacht dat jij aan de Miss Wet T-shirt verkiezing kon. Ja, dan ga ik ook beginnen zo. Ga je dus ook beginnen? Oké. Okay. Dat is het klapstuk van deze dag. Juist! Op plaats nummer 2, Challenger. Tobias Hofstam op de tweede plaats. Kijk, niet voor iets die hele reis gemaakt. De bloemen van de mus. Er wordt nu nog wat gesproken wat te doen met de winnaar van de 3,5 ton. Zijn haar wordt ook nat. Het was al een beetje nat. Jan! Jan is gedoopt, zegt hij. Haha. Nou, op de hoogte plaats de eretrede. Jan van Alphen, Q80 Popeye. En een luid applaus. Ja. En die Jan, die heeft het toch maar weer even gered. 20 puntjes gepakt, zoals we dat hier noemen. 20 puntjes gepakt in deze finale. En dat is toch wel lekker. En ik moet me toch heel vergissen als Jan geen hele goede ogen gooit in die Intertechno Cup. Hier ben ik niet, jongen! Ja.